Jij zin om nog veel te veel geld neer te leggen voor jouw FIFA 16 Ultimate Team Coins? Nee! Ga dan naar fifacoinservice.com, de goedkoopste en meest betrouwbare website van Nederland voor jouw FIFA 16 Coins en gebruik de code HART voor korting. Yo mensen, what is up? Hier Market War Dynasty. Het is weer Draft Dynasty aflevering 2. Ja, het heeft een beetje lang geduurd, sorry. Het is nu zondagavond. Ik ga trouwens iets sneller die opstelling in. De vorige keer deed ik er echt te lang over. Ik ga False Mind spelen. Ik kan echt, het is nu zondagavond, ik kan nu pas opnemen. Trouwens, hallo Hero Ronaldo. Want mijn nichtje van ongeveer 1 jaar oud was hier dit weekend. Prima goed hoor, prima gezellig. Maar je kan niet rekenen op hoe... Je hebt geen idee, laat ik het zo zeggen. Je hebt geen idee hoe onvoorspelbaar het is. Of een 1-jarige baby gaat huilen of niet. Echt rete onzeker. Maar goed, nu dat gezegd te hebben, ga ik snel dit team maken. Begint niet echt lekker, moet ik zeggen. Maar then again... wie zijn dit überhaupt? Ik ken serieus de helft van die gasten nog niet. Maar we gaan door. Ik heb het gevoel dat ik deze keer de draft ga winnen. En daar heb ik goede reden om dat te denken, want ik heb Biabiani. Ik heb geen idee waarom ik hem koos. Ik heb ook geen idee waarom ik nu Meyer koos, want ik schiet tot nu toe niks meer op. Wacht, hij gaat me niks opleveren. Mag ik wel gaan huilen? Ik neem ook Corsia. Als ik nu de draft win met de minste chemistry ooit, dan verdien ik toch wel een like. Dus wat ik sowieso wil vragen is, zou je weer een like willen achterlaten op deze video? Je hoeft natuurlijk niet, dat is duidelijk. Maar wat wel zo is ik neem trouwens Perrin, want die heeft een goede link met me rechtsachter. Is dat de vorige aflevering het heel goed deed. En daar wil ik sowieso enorm bedankt voor zeggen. En ja, ik hoop gewoon dat de rest van de aflevering het weer even goed gaat doen. Overigens neem ik Joris. Dat is een logische keuze. Want ik heb Fransman achterin tot nu toe. En dan Chilobocci, toch? Dat is denk ik de beste keuze. Of moet... ik ga voor Chilobocci. Want ja, Pace. Misschien krijg ik nog BPL links en zo. Kijk, zie je wel. Komt gewoon goed. Aspi, kom maar op. Ik heb het gevoel dat Ronaldo er zo meteen uit zou moeten, wat een beetje teleurstellend is. Maar kijk, hier ook weer noemen we TOT natuurlijk. Die is een iets betere CDM. Althans, vind ik. Oh, ik ben trouwens vergeten. Jullie zeiden dat de bank, dat je die beter eerst moet doen voor Arten. Dus laat me ook weten of dat echt helpt voor jullie. Is de bank echt beter om eerst te doen? Of is dat gewoon een fabeltje wat mensen in hun hoofd hebben? Laat me dat weten. Want ik heb het gevoel dat het een fabeltje is. Maar then again, het zou kunnen kloppen, I guess. Terwijl we nu... we nemen wel Darmian in de hoop dat we nog wat meer van de BPO krijgen. Wie de fuck? Oh, Inler weer. Nou, ik denk dat als ik nu Inler erin gooi, haal ik hier wel 8 ken meer. Dus dat is goed, alleen mijn rechterkant is nog compleet shit. Oh, kijk, dat verandert vrij snel op deze manier. Kijk, wat gooien we hem erin. Nou, we hebben wel 7 meer cam, maar als we Darmian er nu in gooien, dan heb ik nog steeds evenveel cam. Ik heb geen idee wat ik daarmee wilde bereiken, maar kijk, haat me alsjeblieft niet, maar ik neem Falcao. Waarom? Dan haal ik weer meer chemistry. Vergeef het me alsjeblieft, nu direct. Doe alsjeblieft alsof dit nooit gebeurt. Kijk, kijk, kijk. Nu neem ik wel gewoon Neymar. Zie je, ik ben geen heel slecht mens. Ja, ik neem wel Rooney. Want Rooney is een betere CF. Oh, ik krijg wel 3 minder cam. Want hij linkt dan niet met Willian. Maar ik ga nog iets goeds krijgen. Dus we gaan wel voor Inform Hulk. Ik ga serieus een paar heel dode links krijgen. Want echt, het is nog slechter dan serieus mijn career mode video's in FIFA 13. En dat is slecht. Dat was echt dramatisch. Goed, speciaal voor jullie PSV fans. Hè? Speciaal voor jullie. Hij gaat op de bank. Hij gaat op de bank. Nou, hier moeten we het dan maar mee doen. Wat kunnen we hier nog van maken? Ik denk eigenlijk vrij weinig. Dus jullie zien het zo wel. Oké, dit is het team dat we ervan gemaakt hebben. Het is niet best. Ik heb Rooney maar op CM gegooid, want hij heeft nog 81 passing. Dus ik hoop dat dat iets kan doen. En daarnaast hoop ik dat Ronaldo, ondanks dat hij echt geen links haalt, heeft en gewoon 5 cam haalt, kan hij nog wonderen verrichten. Ik heb de verkeerde coach aangeklikt. Ik wil de Pardew nemen voor de Smack My Bitch Up bonus. Mocht niet zo zijn, dus ik ga de eerste game in. Hopelijk kunnen we wonderen verrichten. Dit is echt een van de slechtere drafts tot nu toe. Maar wie weet, misschien zit het mee. Oké, we hebben de eerste tegenstander, jongens. We hebben niet de meeste cam, maar... We hebben wel... Ik weet niet wat we wel hebben. We hebben een goede bril. We hebben de bril. En de bril gaat het deze keer doen. De bril is het enige... Oh mijn... ik weet niet hoe ik... Ik weet echt niet hoe ik hierop moet reageren. Ik doe echt mijn best. Maar ik kan hier gewoon niks van maken. Het is zo van... Het is wel goed, maar het heeft een paar dode links. Het is wel goed, I guess. Het is wel goed. Laten we hopen dat we van die 3 erbij kunnen profiteren ofzo. Nee. Hij gaat nu... Hij scoort ook echt. Dit is serieus zijn eerste goede kans. En hij scoort direct. Karma. Oké, guys. Dit is dus rust. Wij hebben 2 schoten. 2 op doel. We hebben 58% balbezit.
En hij staat voor met het eerste schot wat hij had. Beetje balen, maar ik speel ook gewoon echt shit tot nu toe, dus het moet beter. Dus jullie geloven in me, dat weet ik. Dank jullie wel daarvoor, dus daarom ga ik speciaal voor jullie, ga ik nu scoren. Oké, kijk, nu komen we erdoor. Nu komen we erdoor. We scoren weer niet. Ik word hier... Ik wil net zeggen, ik word onderhand... Beetje wanhopig. Maar, geen stress, zoals altijd. We hielden de rust natuurlijk compleet. Ik heb geen enkel moment lopen zeiken ten gedurende de hele wedstrijd. En daarom staan we nu 1-1. Kijk, en nu komen we door met Inder. En nu is het zaak om dit goed uit te spelen. De vraag is, kan ik dat wel? Het antwoord is waarschijnlijk niet. Maar nu kom ik er wel door, moet ik zeggen. Dit ben ik persoonlijk positief verrast door. Ik heb geen idee wat dat... Ja! Ik heb geen idee, maar dat was het meest nichterige schot van dit jaar. Echt, hoe sloom kan je hem schieten? En die keeper gaat vol retard en het landde. Kijk dit, man. Dit kan je toch niet serieus nemen, dit? En dan... Nou, oh, via zijn keeper. Oh, ik heb te doen met hem. Ik heb te doen met hem. Kijk, en nou is het gewoon een kwestie van uitspelen. Kijk, nu gaat hij agressief sliden. En dan is het hopelijk gewoon... Ja, kijk, zie je, dan komt die bal door. En dan finessen we. En dan is, nu is het 3-1. Nu is het done. Maar het is niet zo dat ik nou echt zo erg gedomineerd heb of zo. Oké, guys, eerste game zit erop. 3-1 winst. We hebben ook een trofee. Voltooi een wedstrijd met 100% voor nauwkeurigheid. Ik moet zeggen, ik ben enorm trots op mezelf. 11 schoten, 11 op doel. Tegenover 7 schoten, 5 op doel. Het is misschien, de manier waarop ik won, is een beetje vreemd. Moet ik toegeven. Beetje vreemd. Maar we gaan door naar die volgende ronde. We gaan het beter doen dan vorige keer, dus let's go. Vraag je af, wat was ik aan het doen? Het is geen slechte promotie. Ik was gewoon kijken of er nog beef was op Twitter. Dat is altijd geniet hoor, moet ik zeggen. Kijk, terwijl we nu die tweede game ingaan, kan ik je vertellen dat een van de leukste dingen aan Twitter is gewoon als mensen beef hebben. Leuk team, moet ik zeggen. Hij heeft op iedereen full cam. Toch? Ja, hij heeft op iedereen full cam. En hij heeft geloof ik zelfs... Hij heeft iedereen een goede positie. Indrukwekkend. Oké, dat kom je niet vaak tegen. Ben benieuwd of we niet compleet afgemaakt worden. We passen gewoon die bal de hele tijd rond. Oh, mijn god. Oh, nee joh. Jemig joh. Oh, wat een lekkere combinatie. En kijk wie erbij betrokken waren. De beste linksback misschien wel in de game. En TOT. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Kijk, en nu komt hij dan wel door. En dat is dan wel schattig. En dan chipt hij de 1-1 binnen. Wat een beetje kut is. Maar dat wilde TOT gewoon. TOT gaat zometeen de 2-1 scoren. Komt goed. Oh, kijk, nu komen we door. En dan leggen we hem terug. Hij zit. Zie je, dat ging precies volgens plan. En TOT was zo aardig om het aan Ronaldo te gunnen. Want die had nog niet veel gedaan tot nu toe. Ik moet zeggen, ik had geen hoge pet op van TOT. Maar hij heeft me echt positief verrast met hoe hij het team beïnvloedt. Ik moet zeggen dat ik hem niet handig uitgooi nu. Ik gooi hem namelijk recht in zijn voeten. Ja, ik moet zeggen, dat was niet heel handig van me. Ik weet niet waarom ik dat echt jaar in jaar uit doe op FIFA. Maar het staat 2-2. Wie kan er het beste penalties nemen? Oké, het is Rooney. Het is toch Rooney? Oh nee, het is Royce. Het is Royce. Kom op. Schiet die bal erin. Oké, weer 85ste minuut. Het is weer heel laat. Maar dit is wel een teken van een echt kampioensteam dat we zo hard vol strijden. Dus ik denk oprecht dat we die cup gaan winnen. Althans, de draft. Dan hebben we hem gewoon ingeluisterd. En nou gaan we weer komen. Kijk, TOT, die staat er weer. En die geeft die bal weer. Die start de avond. Het is een ongelofelijke smikkelbeer. Kijk, en dan Lewandowski. En nou is het done. Nou is het done. Ja, het is weer. Het is echt. Het is weer zo'n game waardoor het nu lijkt alsof het vrij comfortabel is. Maar dat is het gewoon weer niet. En dat is het elke keer tot nu toe. Het is echt. Ik snap er niks van. Ik heb die vorige game nog in mijn hoofd. Maar nou wordt het wel. Wordt het 5-2? Wordt het 5-2? Het wordt dus 5-2. Dit is plus 3 minuten blessuretijd. Ik kan je garanderen. Het is nou al plus 7 of zo. Wederom winnen we. We winnen met 5-2. Ik score in de 85ste minuut. De 90ste minuut. En nogmaals de 90ste minuut. Je ziet ook een kansen. Het was redelijk gelijk. Hij heeft wel meer schoten. Maar hij heeft ook veel minder op doel in verhouding, zeg maar. Dus redelijke wedstrijd. Ik hoop dat die derde iets makkelijker gaat. Althans, ja, zo lijkt het makkelijk. Maar over het algemeen iets makkelijker. Oké, guys. Game 4 komt eraan. Ik speel tegen een Fransman. Dat komt omdat er bij hem Equipe Draft stond. Dus dan weet je, ja, het is Frans. Hij werkt alleen hiermee. Oké, kijk. Nu moet het gewoon worden. Dit moet een easy game worden. Hij heeft... Hoeveel cam? 70 cam. Oh... Ik ben geneigd dit te onderschatten, maar ik weet dat dat een slecht iets is. Dus we gaan er gewoon vol voor. Hopelijk wordt dit een korte en easy game. Maar Inder, moet ik zeggen, is ook wel lekker bezig. En die scoort... Jezus Christus. Fucking Gökhan Inder, hè. Die scoort een zieke goal. Echt heel lekker. Nee. Kut, wat gebeurt er? Opeens komt hij door. Opeens. En zo zie je maar. Ook met 70 cam kan je gewoon scoren. 1-1 door Ronaldo, die voor mij echt geen pepernoot raakt. Oh, nu is die paas eindelijk goed. Falcao, doe een keer wat, jongen. Doe eindelijk. De eerste keer in 3 wedstrijden. Ik zweer het je dat hij een bal goed raakt. Maar het boeit niet, want het is 2-1. Dus we gaan ook gelijk wisselen.
Oké, hij komt door. Ik moet zeggen, redelijk gevaarlijke situatie. Maar we tackelen hem. Oh nee, kut. Oh, ik heb het. Oh mijn god. Die bal had hij nooit mogen houden, maar hij doet het toch. Echt een ongelofelijke. En dan gaat die corner er alsnog in. Ja. Ja, dat voelde hij aankomen. Maar then again, ik heb al 2 keer geluk gehad. Dus ik ga alsnog scoren. Ik ga het echt doen. Oh, Lewandowski is door, jongens. Ik heb hem net gewisseld. Dat heb ik niet laten zien. Maar hij scoort weer in de laatste minuut. Ik ben echt zo oldschool Duits op FIFA. Het is echt niet te geloven. Ja, oldschool Duits is maar laat winnen. EK 2008, dat soort dingen. Ongelooflijk maar waar, jongens. We hebben het weer geflikt. 3-2 gewonnen met een goal in de 90ste minuut. 8 schoten, 6 op doel versus 6 op 5. 50-50 in balbezit. Ja, gouden wissels, jongens. Wat doe je eraan? Finale, let's go. Oké, guys, het is tijd. Finale van de FUT Draft. We zien wat we tegenstander voor krijgen. Wow. Oké. Indrukwekkend goed team. Alleen Mangala niet op full cam. Althans, ja, 9 cam. Oh, dit is best wel goed. Best wel goed. Moet het toe. Ik denk dat dit wel echt heel erg. Oh, heerlijk weggedraaid. Heerlijk weggedraaid. Op de paal. Nee. Hoe is het mogelijk? Nee, kom op nu dan. Ja. Yes. Oh, we staan voor in de finale, jongens. Heerlijk. Oh, en na die penalty. En dan 2 keer de paal. En dan nu al die bal erin. Heerlijk. En nou volhouden. Oké, kom op. Oh, ik zie Indler. Indler, geef hem mee. Mijn god, we staan 2-0 voor. Ik ben zo blij. Ongelooflijk. Kijk, deze bal was wel echt perfect, mag ik zeggen, hoor. Nee, kom op. Schiet, Rooney. Oh mijn god, hij zit. Die bal had er dan weer net niet in gemogen, zeg maar. Qua hoeken en zo, maar dat boeit me echt geen ene zak. We staan 3-0 voor tegen deze gast. Terwijl dit waarschijnlijk het beste team is waar we tegen gekomen zijn tot nu toe. Oh, een TOT tackelt hem, jongens. Dan weet je wat gaat gebeuren. Hop, gaan we door. We leggen hem af. En het wordt wel 4-0. 4-0 in de finale, jongens. Hoe is het mogelijk? Hij gaat rage quitten. Toch? Ja! We winnen de draft. Want hij rage quit. We winnen met 4-0. Wat echt fucking awesome is. Dus we gaan nu de reward packs openen. En 4 packs vanwege het feit dat we maar 4 games wonnen dus. En we krijgen een token om nu een divisie te gaan doen. Of een cup. Dat is aan jullie. Maar nu eerst die packs. Oké, kijken wat we gaan krijgen, jongens. Ik voel hem. Het moet wel iets moois zijn. Het wordt een premium gold players pack en een mega pack. Dus dat is geloof ik een. Dit is een 50k pack? Ik weet echt die dingen niet meer. Ik heb te weinig packs geopend dit jaar om het te weten. Het wordt. Jemig. Om te huilen. Maar zit er iets positiefs tussen? Kone, we weten wat die voor ons kan doen. En Kouyaté, dus. Nee, het is eigenlijk echt gewoon heel shit. En 1000 coins, jongens. Dat is wel echt ongelooflijk. Dan krijgen we nog 1 pack. Dit is geloof ik gewoon een 25k pack dan of zo. Premium Gold Players pack. Kijken wat het wordt. Ja, nou ja, Chaos op zich nog wel goed. En natuurlijk Bruma, die voor mij best serieus best goed is dit jaar. En dan krijgen we nog een fucking zilver. Maar we krijgen ook nog eens iemand van. Oh, we krijgen. Oké, deze gast. Als Ajax ziet, moet jij hem nog kennen. Om een verkeerde reden. Oké, we gaan nu nog 4 packs openen. Er zijn 25k packs. Wel de shit versies. Dus dat is een beetje jammer. Maar we gaan het zien. De eerste pack wordt. Nee, alsjeblieft. Nee, Negredo is de beste. Oké, pack 2 streepjes on the cover. En het wordt. Rakitic. Oké. Goed genoeg. En Eriksen, dat is ook wel goed. En Bernat is ook wel goed voor een Bundesliga team. All in all, best decent pack. Lieve god, een TOT in de hemel, laat het goed zijn. Dit wordt Mertesacker. Ja, kijk, hij is heel sloom. Maar hij zal waarschijnlijk best wel decent zijn. Dus. Oké, laatste pack en het wordt. Godin. Oké. Best wel goed. Best wel goed, moet ik zeggen. En dan ook nog weer het toe. De Career Mode Legend. Niet het eind van de wereld moet ik zeggen. Kijk, niet het beste. Maar we hebben het best wel goed gedaan. We hebben de draft gewonnen, jongens. Dus volgende keer gaan we de divisie in. Ik ga jullie dan het team laten zien wat we gaan gebruiken. En ja, ik ben benieuwd wat we kunnen maken. En ik zie jullie later. Ciao.